Oscar de buurt een beetje wakker gemaakt heeft met zijn muziek. We zijn hier vandaag om een struikelsteen te leggen voor Jos Vermaessen, een man die dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is opgepakt en zijn verhaal zal even door
Mark Potelansie verteld horen. Mark is voorzitter van ATABFV Metaal. En Mark is een van mijn grote sponsors. Omdat ik deze avond 27 struikelstenen zal gelegd hebben voor mijn scheepsbestellers en onze scheepsbesteller, want Mark is voorzitter van de Metaal, dus hij hoort erbij. En zoals in de volksmond zeggen, het kost geld. Mark heeft heel die organisatie gesteund, financieel gesteund, en daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Ik geef het woord aan Mark Potlessie. Beste aanwezigen, we zijn hier vandaag, zoals Michel zei, samengekomen om een struikelsteen te leggen ter ere van Jozef Maurice Vermaassen. Iedereen noemde hem gewoon Jos. Zoals Michel zei, we hebben op zijn initiatief al een respectabel aantal struikelstenen gelegd voor scheepsherstellers die het slachtoffer waren van de Duitse nazi-waanzin. En het toch wel bijzondere aan het verhaal van Jos is dat, alhoewel hij heel zeker een slachtoffer was, zijn tocht door de concentratiekampen heeft overleefd. De meeste scheepsherstellers die we al herdachten, konden het zelfs spijtig genoeg niet meer navertellen. Jos werkte toen de Duitsers België binnenvielen als paswerker bij Mercantil, een scheepsherstellingsbedrijf in de haven, in de volksmond beter bekend als de shop. Van in het begin van de bezetting wordt een stakingsverbod uitgeroepen, worden de vakbonden verboden en hun bezittingen aangeslagen en wordt een soort collaborerende samenwerkingsorganisatie opgericht die de vakbonden dan zogezegd moest vervangen, de Unie voor Hand- en Geestesarbeiders, de ULA. Deze zijsprong is belangrijk omdat de mensen bij Mercantil deze nepvakbond helemaal niet pikten, waardoor het heropstarten van de werkzaamheden na de inval helemaal niet vlot verliep. Jos, ook voor de oorlog reeds een actieve militant bij zowel de vakbond als de BWP, wordt in de zomer van 1941 lid van het Onafhankelijkheidsfront en bouwt daar de cel Noord uit. Concreet betekent dit dat Jos verantwoordelijk was voor het verspreiden van allerlei verboden sluikpers in de bedrijven van de sector Noord van de Antwerpse haven. Om te beginnen was dat De Werker, het toen door Louis Major en Co. clandestien gepubliceerd blad van de vakbond en de BWP, en België Vrij van het Onafhankelijkheidsfront, maar ook de Rode Vaan van de Communistische Partij, en allerlei clandestine bladen zoals De Vrije Stem, Het Vrije Woord, De Volksgazet, Werkgezeenheid en zelfs La Libre Belgique. En samen met de broers Adriaansen richt Jos binnen Mercantil een clandestien SSK op, een syndicale strijdcomité. Alhoewel heeft het SK nogal wat leden en een eerste belangrijke actie is een protest tegen de afschaffing van 11 november als nationale feestdag. En omdat de Duitsers lucht kregen van de geplande acties op 11 november, wordt Jos samen met nog enkele, volgens de Duitsers, aanstokers, op 10 november 1941 een eerste keer opgepakt. En hij werd slechts vrijgelaten nadat de arbeiders van Mercantil in staking gingen, naar aanleiding van die aanhouding, maar wel nadat de arbeiders hadden moeten beloven om op 11 november te werken. En ja, er werd gewerkt, maar bijzonder traag, die 11 november. Het SSK organiseerde ook het leidzaam verzet op het bedrijf. Samengevat zijn dat eigenlijk de verzameling van alle soorten acties en gedragingen om zo weinig en zo slecht mogelijk te produceren. Dat dit allemaal niet zo onschuldig is, wordt bewezen door het feit dat 16 leden van het SSK bij Mercantil dit initiatief uiteindelijk met de dood zouden bekopen. In datzelfde najaar 1941 beslist Jos om, opnieuw samen met de broers Adriaansens, een eigen publicatie te gaan schrijven en verspreiden met de naam Waarheen.
Jos hield de pen vast van bijna alle artikels en de broers Adriaansen zorgden voor het stenselen en reproduceren van de pamfletten op papier dat door Albert Adriaansens, die bediende was bij Mercantiel, uit de kantoren werd meegebracht. Wellicht ook met oogluikende goedkeuring van de voormalige anti-Duitse directie bij Mercantiel, die door de Kriegsmarine weliswaar opzij werd gezet, maar wel nog de productie moest organiseren. En afhankelijk van de beschikbaarheid van papier konden de aantallen die werden verspreid al eens variëren. En de bedoeling van dit blad waarheen was eigenlijk drieledig. Ten eerste de collega's bij Mercantiel aanzetten tot leidzaam verzet. Ten tweede het saboteren van de productie. En ten derde het waarschuwen voor collega's waarvan ze wisten dat ze collaboreerden met de Duitsers en dus niet betrouwbaar waren. Het eerste exemplaar van waarheen verscheen in het najaar van 1941. In het voorjaar van 1942 werden nog twee uitgaven geschreven en verspreid. Maar spijtig genoeg bleef het bij die drie, want in de nacht van 18 op 19 maart 1942 werden Jos Vermaessen en Frans Adriaansens samen met nog eens 7 leiders van het verzet in de haven door de SIPO-SD-Sicherheitsdienst opgepakt. Frans Adriaansens, bij wie ze thuis het Reneo-toestel vonden van de reproductie, zou niet levend terugkeren. Jos werd opgepakt op basis van een Sicherheitsbefehl, zeg maar een veiligheidsbevel. Hij werd ervan verdacht handeling te willen stellen tegen het Reich, die de openbare orde zouden kunnen verstoren. En eigenlijk op basis van een dergelijk bevel mag een aanhouding normaal niet langer dan een maand duren. In de praktijk werd deze regel systematisch overtreden. Omdat de Duitsers Jos terecht als de leider van het syndicaal verzet bij de scheepsherstellers beschouwden, bleef hij in tegenstelling tot de anderen nog tot maart 1943, dus een jaar na zijn aanhouding, in de gevangenis van de Begijnenstraat. Zijn kameraden waren dan in oktober 1942 via Breendonk naar Mauthausen of Gruzen gebracht, waar de meesten omkwamen. In maart 1943 dus werd Jos samen met de toen piepjonge 17-jarige Victor Fauquier, die eveneens de kampen overleefde en voor wie we recent ook een struikelsteen hebben geplaatst, gedeporteerd. Hun eerste halte is de gevangenis van Leuven en nadien verblijven ze gedurende 6 maanden in het kamp op de citadel van Huy, nabij Luik. En in oktober 1943 komt het tweetal dan terecht in het kamp van Vught in de buurt van 's Hertogenbosch in Nederland. Daar wordt Jos gedwongen zijn laatste centen af te geven. Het enige lichtpuntje is wel dat zijn vrouw weet dat hij daar verblijft, aangezien zij erin slaagt een aantal kolis te bezorgen met wellicht wat eten en kledij. Na 10 maanden verblijf in Vught wordt Jos op 5 september 1944, uitgerekend dus op de dag van de bevrijding van Antwerpen, overgebracht naar het concentratiekamp van Sachsenhausen op zo'n 35 kilometer van Berlijn. De Duitsers waren op dat moment eigenlijk volledig in paniek door de snel oprukkende geallieerde troepen en wilden het kamp van Vught ontruimen. Er worden op die dolle dinsdag 5 september 117 mensen eerst geëxecuteerd en daarna worden de resterende 3400 gevangenen op transport gezet naar Duitsland. De vrouwen naar Ravensbrück, de mannen naar Sachsenhausen. Meer dan de helft van deze mensen zal niet terugkeren. Victor Fauquier was reeds op 31 juli 1944 naar Sachsenhausen overgebracht in een eerdere dodenmars. En daar werden ze uiteindelijk door de Russen bevrijd. Jos op 28 april 1945, Victor op 1 mei en zij waren daarmee bij de weinige overlevers van de gevangen genomen verzetstrijders. Jos en Victor bleven de rest van hun leven boezemvrienden. En Jos werd direct bij zijn terugkeer na de oorlog bij secretaris bij de PMB Antwerpen, de Provinciale Metaalwerkersbond van het ABVV. En nog later werd hij zelfs voorzitter van die organisatie.
Het is voor mij dan ook een eer om als huidig voorzitter van ABVV Metaal Antwerpen mee een struikelsteen te kunnen geven aan een voorganger van mij. Op 17 februari 1953 werd SOS door het ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw erkend als weerstander door de sluitpers voor het uitgeven van het blad Waarheen in de periode 1 januari 1941 tot en met 19 maart 1942, dag van zijn aanhouding. Ik wil de initiatiefnemers en trouwe medewerkers van al deze struikelsteenleggingen voor scheepsherstellers uitdrukkelijk bedanken. Michel Moorkes, Willem Kenis, voor de muziek Oscar Dirk Bonen en voor de opnames en de publicatie op de website Ricky van Dijk. En ik wil tenslotte jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Ça change, que ça bouge, lève-toi car il est temps. Allons droit devant, vers la lumière, en levant le poing et en serrant les dents. Nous reverrons la terre entière, et demain au matin chanterons. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait d'air, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu feras, plein d'amour, de justice et de joie. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change, que ça bouge, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère, tu vendais tes bras pour un morceau de pain. Mais ne crains plus rien, le jour se lève, il fera bon vivre demain. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu feras, plein d'amour, de justice et de joie. Na deze plechtigheid gaan we verder naar Vlaamse Kaai, de Waalse Kaai, de Verlatstraat en onze laatste 27e steen wordt gelegd in de Lange Elsestraat. Ik dank jullie nog voor jullie aandacht. Fuera de
noceer. Ik wil doen wanneer het lente is. Zoveel kleuren, zoveel kleuren vertalen de mensen dat het leven is. Zoveel kleuren, zoveel kleuren. Y por eso los grandes amores, muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores, de muchos colores me gustan a mí.